Wij zijn net in Duitsland geweest, daar hebben we wat boodschappen gedaan bij Rewe. En ik dacht, het is misschien wel leuk om even te laten zien. Dit zijn geen weekboodschappen, maar meer een beetje de voorraadboodschappen, opvulboodschappen. Want normaal gaan we één keer in de maand naar Duitsland, maar nu zijn we al een paar maanden niet geweest. Dus we hebben onze favorieten weer even een beetje ingeslagen. En ik heb helaas geen kassabon meer, maar alles bij elkaar was 83 euro. Dus ja, ik ga even laten zien wat we hebben gekocht. Ik begin even met wat hier ligt. Broodjes van de bakkerij Verrooy. Een kruidenboterstokbrood. Dit is lekker als je het afbakt. Zeg maar nog even in de oven. En wat is dit? Die droge lange worst met... Oh, normaal heeft hij knoflook, maar de gewone. Twee pakken hamburgerbroodjes en sandwichbrood. Een verpakking vissticks. En zo'n visoverschotel met kaas. Dit vindt Roy heel erg lekker. En dit eten Stella en ik dan graag met Roy ook trouwens. Maar hij eet dit alleen, zeg maar, bij het avond. De hamburgerbroodjes waren voor de winterbarbecue. En daarvoor heb ik ook worstjes meegenomen. Dit is met kaas. En dit zijn gewone braadworsten. Sterre en Roy vinden van die hoekjes lekker. Dat is yoghurt. En er zit dan een hoekje met chocoladeballetjes of kers. Een soort andere chocoladedingetjes. En bij Rewe hebben ze best wel veel soorten. Dus hebben we er een paar van mee. En ik heb voor mezelf deze Griekse. Volgens mij is dat Griekse yoghurt met passievrucht. Kipfilet, bleg en kipsnitzels waar de drie in zitten. En deze zak met, ja, wat is het? Kippen... Vleugels. Dit is ook super lekker op de barbecue in de airfryer. We gaan haal ik eigenlijk altijd limonade citroen voor sterren. En daar staan er nog meer. Daarvan heb ik 8 blikjes meegenomen. 2 van deze Monster Ultra Paradise Zero Sugar. 1 normale Monster voor Roy. En 3 blikjes Bullet Suiker. Emmer vanille yoghurt. En ik zag nog een verpakking met kokosrijst. Dit leek mij wel makkelijk om een keertje te maken. Met bijvoorbeeld kipfilet en heel veel groenten en zo. En die kon ik in Nederland niet vinden. Tenminste niet bij de Albert Heijn en zo. Deze had ik bij een Amerikaanse YouTuber gezien. Ik dacht, oh lekker. Dus ik zag hem, die neem even mee. Van Lenore heb ik 2 flessen wasverzachter meegenomen. Iets met zomerbloemen en iets met fris. Ik heb geen idee verder hoe ze ruiken. Maar zo'n grote fles kost mij 1 euro nog wat. Geen idee wat ze in Nederland kosten trouwens. Maar was er nou toch. En ik zag van Rewe wasparfum. En dit zijn die balletjes. Die normaal 6 euro kosten. En dit was in de aanbieding voor 2 euro nog wat. Dus daar heb ik de flower van meegenomen. En Breeze. Dacht, nou, weet je. Van zulke dingen kan ik heel erg blij worden. Nog iets waar ik heel blij van kan worden. Dat is deze Fabrez luchtverfrisser en vernieuwje. Die had ik dus ook bij een andere YouTuber gezien. En in Nederland kon ik hem niet vinden. Misschien verkeerd gezocht of gewoon heel... Ja, volgens mij bij plein.nl, maar... Ja, daar zit ik weer met verzendkosten en zo. En ik zag hem nou staan en denk, die gaat ook. Roy zag deze, wat is het, donkere rum staan. En die was een beetje aan het twijfelen, want het was wat duurder. En hij weet niet of hij het lekker vindt. Dus ik heb hem maar in het karretje. Hem vast wel op, hij vindt het vast lekker. En dan geef ik het aan iemand anders. En ik heb voor mezelf 2 flessen Hugo mee. De witte Hugo. En ik zag ook dat ze, lekker handig allemaal hoe het staat hier. De rosé Hugo, die ken ik ook niet. Maar die flessen waren 1,50 euro of 1,60 euro. Dus ik dacht, leuk om een keer... Nogmaals, dit zijn niet de standaard weekboodschappen. Dit zijn gewoon, ja, een voorraadje. Ik bedoel, wasmiddel en zo. Wasverzachter kun je nooit genoeg hebben. Dus ik ga dit eventjes opruimen. In de voorraadkasten en zo wegzetten in de koelkast. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video.